Ondernemingen worden steeds vaker geconfronteerd met onderzoek door een toezichthouder. Veelal laat een onderneming zich bijstaan door een gespecialiseerd advocaat in bijvoorbeeld het mededingingsrecht. Er zijn weinig gevallen waar een gedegen contra-expertise en of beoordeling wordt uitgevoerd op de technische wijze waarop het onderzoek door de toezichthouder is uitgevoerd. Met name daar waar het gaat om het veiligstellen en onderzoeken van digitale gegevens. Een gedegen contra-expertise zou vele voordelen kunnen opleveren. Vooral het onontkoombare technische onderzoek wat de toezichthouder uitvoert, dat laat nog wel eens te wensen over. Je hebt specialistische kennis nodig om een gedegen contra-expertise uit te voeren. De gevallen waarin dat gebeurt zijn vaak opmerkelijk succesvol. Over het algemeen levert dat hele concrete, succesvolle resultaten op waarmee je in staat bent om de procedure tegen de toezichthouder te voeren. Als je alleen juridisch de toezichthouder zou bestrijden, dan doe je jezelf echt tekort. De belangen zijn vaak groot. Hoge boetes, imagoschade, claims en soms stevige interne organisatorische gevolgen. Omdat die belangen zo groot zijn, is het laten bijstaan door specialisten gerechtvaardigd. Zeker omdat in veel gevallen daardoor geen of lagere boetes volgen. Tijdens een bedrijfsinval bij de onderneming van een van mijn cliënten is een grote hoeveelheid digitale data veiliggesteld. Gekopieerd door de toezichthouders vanaf servers, desktops, laptops en USB-sticks. Door de grote hoeveelheid documenten die in beslag was genomen en ook de ruime omschrijving van de overtreding waarnaar men op zoek was, leek het erop dat sprake was van een phishing expedition. Dat wil zeggen dat de toezichthouders het onderzoek onvoldoende gericht uitvoeren en het onderzoek ook onrechtmatig kan zijn. Met de forensisch experts van Grant Thornton zijn we in staat geweest om het onderzoek van de toezichthouder na te bootsen en daarop een contra-expertise uit te voeren. En zo heeft Grant Thornton ons de technische argumenten aangeleverd om te onderbouwen dat inderdaad sprake was van een te ruime selectie van documenten. En zo heeft het onderzoek van Grant Thornton ons enorm geholpen om cliënt bij te staan in de procedure. Omdat we op basis van het technisch onderzoek een aantal fouten en onzorgvuldigheden konden aantonen, kon de toezichthouder niet anders dan meegaan met de verzoeken van de advocaat en diens cliënt. De technische contra-expertise heeft dermate veel goed onderbouwde resultaten opgeleverd dat door de nauwe samenwerking met de advocaat een heel sterk verweer kon worden gevoerd. Met name de scope en de reikwijdte die de toezichthouder hanteerde kon daardoor sterk worden beperkt. Binnen Grant Thornton adviseerden we dan ook altijd om eigenlijk in een vroeg stadium al een van onze forensisch IT-specialisten in te zetten. Het liefst eigenlijk al het moment dat de toezichthouder invalt. Hierbij zal snel inzichtelijk worden wat van toegevoegde waarde is om deze expertise ten behoeve van de cliënt ook voor het vervolgtraject in te zetten. Als u meer wilt weten en of een persoonlijk advies wil, neem dan contact op met de Forensic and Investigation Specialisten van Grant Thornton.